In deze tweede screencast starten we met de, niet met de A, maar in dit geval met de C. We gaan inzicht krijgen in welke keuzes leerkrachten en schoolteams hebben en directies hebben om het competentiegevoel bij leerlingen te gaan versterken. En dit gebeurt eigenlijk door te gaan spelen met de samenhang in leren. En een vuistregel die je kan hanteren is dat je leerplandoelen aanbiedt, geïntegreerd waar het kan, geïsoleerd waar het nodig is. Telkens, en dit geldt voor deze screencast, maar ook voor de volgende, zullen we een aantal randvoorwaarden benoemen, keuzes voorstellen en dan werken met voorbeelden. Ten eerste is het noodzakelijk dat leerlingen de leerplandoelen en beoordelingscriteria kennen. Er moet transparantie zijn. En een tweede randvoorwaarde is dat leerkrachten gezamenlijk aan leerplanstudie doen. Dat ze uitwisselen hoe de doelen in elkaar steken, hoe de subdoelen zich verhouden tot het doel en zo verder, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Goed. Daarna zijn er keuzes die een team kan maken. De eerste keuze is van vakken, het onderscheid tussen treden- en themavakken, of geen vakken. Wat is een tredenvak? Een tredenvak is een vak dat eigenlijk opgebouwd is in een soort van consecutiviteit. Je hebt het ene kennis nodig, een vaardigheid nodig, om naar een volgende te kunnen gaan. Wat zijn de tredenvakken? Wiskunde en talen. Themavakken zijn meestal de andere vakken. En daar kan je keuzes in maken. Het doelperspectief voor leerlingen, daar kan je een tweede keuze in maken. Ofwel is het doelperspectief een lesuur, maar je kan ook zeggen, we nemen een week als perspectief, of zelfs langer. Vaak wordt er toch wel een maximum van 8 weken gehanteerd. En tenslotte kan je een keuze maken voor te werken alleen met leerplandoelen, maar ook sommige scholen kiezen om ook eigen doelen, dat leerlingen eigen doelen kunnen formuleren. Als we nu dit voorbeeld zien, en ik heb dezelfde keuzes hier daarnaast geplaatst, dan zie je dat deze school een aantal keuzes heeft gemaakt. Ten eerste, ze werken niet met vakken. Dat zie je, er zijn geen vakken in vermeld. Alleen Latijn, dat is juist, helemaal rechts, Latijn voor degenen die dan Latijn hebben gekozen. Oké, goed. Zij maken ook geen onderscheid tussen treden- en themavakken. En dat zou wel eens tot moeilijkheden kunnen leiden, ik zeg niet dat het doet, omdat voor sommige vakken er echt wel geïsoleerde instructie nodig is. En vaak geldt dat wel voor wiskunde en talen. Een tweede keuze die men heeft gemaakt, is dat men eigenlijk hier twee tijdsperspectieven of doelperspectieven neemt. Men heeft hier instructiewerktijd gebouwd en vaak kiezen scholen dan om met weekplanningen te werken. Ja? Dat men dus zou zeggen, in het begin van de week krijgt men een planning voor de hele week en vrijdag moeten de leerlingen opleveren. Maar daarnaast zie je ook dat ze met modules werken en dat zie je in die uurrooster omdat er ook projectwerk. Dat is een combinatie, met andere woorden, van tijdsperspectieven. Perspectieven dat er wordt genomen. En tenslotte zie je ook dat in dit uurrooster er ook mogelijkheid is om eigen doelen te gaan formuleren. Dat zijn de keuzes die je kan maken.